Op deze Cloud Expo uh, zit ik naast uh, Westi Nelen, oprichter uh, van Security Specialist uh, Zolder. Welkom. Dankjewel. Uh, wat tonen jullie hier op deze beurs? Want ik heb begrepen dat jullie een app hebben ontwikkeld. Uh, ja, dat is correct. Uh, we staan hier met name om de app die we hebben ontwikkeld. Die app die heet Attic. Ethic, ja. Um, en ja, die is bedoeld om zeg maar je Microsoft 365-omgeving te beveiligen. Okay. Uh, dus wij geven dan advies uh, wat er niet goed staat en wat ja. je kan verbeteren eigenlijk. Oké, okay. dus uh, als je die app adopteert in die omgeving, wat beveiligt het precies? Is het data of uh, andere zaken? Um, nou ja, eigenlijk vooral je Exchange omgeving, Teams omgeving, ja. uh, uh, je Azure AD-omgeving. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan zaken zoals staat je MFA goed ingesteld? Ja. Staan bepaalde verouderde protocollen uit die je eigenlijk niet zou willen hebben vanuit beveiligingsperspectief? Ja. En dat verwerken wij allemaal in die app en wij proberen het zo makkelijk mogelijk voor jou te maken mm -hmm. om die dingen aan te passen en op te lossen. Oké, okay. uh, je hebt natuurlijk heel veel security toepassingen voor Microsoft-omgevingen. Uh, Waarom is jullie app zo specifiek interessant voor een uh, IT-organisatie, voor IT-manager of voor CIO, dat ze jullie app specif specifiek zouden moeten adopteren? Nou, wat ik denk dat de kracht is van onze app, is dat nou, het is heel laagdrempelig is. Het is vooral heel veel geautomatiseerd. Uh, je kan het vrij snel installeren en het is niet te duur. Um, en daarnaast hoef jij je eigenlijk niet druk te maken om security. Uh, want wij zijn degene zeg maar, die de dingen in die app stoppen, ja. wat jij kan verbeteren. En stellen dat vervolgens aan jou uh, voor. Dus mm -hmm. um, jij hoeft er eigenlijk niet zoveel mee bezig te zijn, behalve die app op je telefoon te hebben ja. en bepaalde dingen te bekijken en te accepteren. Ja. En wij zijn verder wel fulltime met security bezig om de goede content en ja. de goede configuraties vast te stellen. Oké, okay. en is het ook interessant voor resellers om uh, jullie app uh, weder te verkopen en toe te passen, bijvoorbeeld voor een minder Service Provider? Ja, dat is dus eigenlijk precies wat we uh, nu gelanceerd hebben. Uh, want we zagen dat die behoefte bij MSP's er is, is om eigenlijk deze tooling ook toe te passen bij hun klanten. Dus we hebben nu ook een webportal gemaakt, dus dat is zonder de app. Maar dan kan je onze tooling, dus onze checks, onze fixes, gebruiken uh, om jouw eindklanten mee te beveiligen. Oké, okay. nou ik wens je heel veel succes op deze beurs. Dankjewel. Dankjewel.